Ik denk dat het wel algemeen bekend is dat ik wel redelijk wat skins heb in Brawl Stars. Ja, ik heb bijna van elke knakker gewoon een stuk of 10 of zo. Nou, bijvoorbeeld Shelly. Hier, check dit dan. Dit zijn alleen maar skins van Shelly, bro. Dat is toch bizar? Eigenlijk heb je aan één skin voldoende. Ja, want dan heb je één leuke skin voor één knakker. Dan is het prima. Maar ja, het is mijn werk, hè. Dus vandaar dat ik er zoveel heb. Nee. Maar we doen vandaag een leuke challenge met skins. Want ondanks dat ik al heel veel skins heb, heb ik er nog een aantal niet. Namelijk deze nieuwe skins heb ik nog niet. Die er alle drie best wel nice uitzien. En ik heb hier nog een paar skins niet. Ik heb hier een massief gouden Mac, Detective Gray en Zwerfkat Bull die ik nog kan kopen. En met deze skins doen we een challenge. Want ik ga namelijk deze skins opzoeken in een potje. Dat doen we namelijk in Solo Showdown van... Solo Showdown Map van de Dag of Kandidaat van de Dag. Zo moet je het zeggen. En ik ga op zoek naar een van deze skins. En als mij het lukt om zo'n skin te vinden en dan ook nog diegene die skin draagt te killen, mag ik die skin kopen. Het is een hele moeilijke challenge, want in eerste instantie moeten we überhaupt zo'n skin zien te vinden en dan vervolgens moeten we diegene dan ook nog zien te killen. Het is heel lastig, maar als het lukt zou het wel geniaal zijn. Ja, ik ben heel benieuwd. We gaan gewoon lekker spelen en we gaan eens zien of we tegenstanders kunnen vinden met dus een van deze skins. Ik heb ook een screenshotje op mijn computerscherm staan met de skins die ik nog moet krijgen, zodat ik de hele tijd tijdens het spelen het precies kan zien welke ik nog moet hebben. Dus ik ben benieuwd of het gaat lukken, of u überhaupt eentje gaat tegenkomen. Nou, dat denk ik wel. Ik denk het wel. Maar voordat we gaan beginnen met zoeken, doe even dat duimpje omhoog. 1000 likes zou mooi zijn. En vergeet ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Blijf op de hoogte van al mijn video's. En mocht jij ook een skin kopen of iets anders in Brawl Stars, vergeet dan natuurlijk niet de code Bowser in te vullen. En trouwens, wat ook wel nice zou zijn, als we echt massief gouden Mac tegenkomen. Dat is gewoon 25.000 coins wat ik dan moet uitgeven. Ik acht de kans wel klein. Niet heel veel mensen hebben een gouden skin. Maar je weet het maar nooit natuurlijk. Oké, dan gaan we. Het eerste potje. In principe kan je in het begin al zien of iemand de skin heeft die ik moet hebben. Nee, niemand heeft de skin die ik moet hebben. Dus dat is wel het voordeel. Dus op die manier weet je heel snel of je een beetje defensief moet spelen. Of misschien aanvallend moet spelen. En ik had die al prima bijna. Anders had ik alle kistjes kunnen pakken. Maar ja, het maakte nu niet zoveel uit. Want ik kon toch niet een skin krijgen. Dus ik ga gewoon lekker door met zoeken. En hopelijk komen we dan vanzelf een keertje een van deze skins tegen. En dan weten we dus meteen aan dat beginscherm al of we serieus moeten spelen of niet. Nou, ik weet dus nu ook al dat er geen een van die skins heeft die ik nog moet hebben. Dus ik ga gewoon lekker de hoogtepunten laten zien. Als we een keer een leuke map hebben of een keer een potje hebben met wel iemand die de skin heeft die ik moet hebben, dan krijgen jullie die potjes natuurlijk helemaal te zien. Ja! Oh, ja! Die Lola! Lola heeft de skin! Oké, we moeten op zoek naar Lola gaan. Oké. Die heeft de skin die ik moet hebben. Daar is een tik. Daar wil ik niet het duel mee aangaan. We moeten Lola vinden, maar volgens mij is hij helemaal aan de andere kant. En die bus moeten we ook een beetje voor oppassen. We kunnen even kijken of we die tik kunnen hebben. Zou mooi zijn. En gaat dat lukken? Ik zal hier even mijn gadget aanzetten, gewoon puur om die bom even snel neer te krijgen. De Lola leeft nog wel, dus dat is wel een voordeel. En ik heb nu mijn super, dus dat is ook nice. Oh, ik zie dat hier geschoten wordt. Ik denk dat hier die Lola loopt. Ja, die loopt hier. Oké, kom op. Stomme ding. Nee, ik moet... Nee! Ik had die kill moeten maken. No! Dit was de eerste keer. Oh, man. Dit scheelde helemaal niks. Die stomme tik die liep maar achter me aan. En die Daryl heeft mijn kill gestolen. Anders had ik die Lola misschien best wel kunnen killen. Oké, dit is uiteindelijk vrij snel gegaan. We hebben 3 potjes de tijd of nodig gehad om zeg maar uiteindelijk een van de skins te vinden die ik nog moet krijgen. Eens kijken. Nee, ik zie nu geen één skin ertussen die ik nog moet hebben. Dus dit potje is weer voor de lol. We gaan eens kijken of ik hier al die krachtpunten kan verzamelen. Ik denk dat dat wel lastig gaat worden. Ja, dat wil nooit, jongen. Dan moet je inderdaad Rosa zijn of een El Primo dat je door dozen heen kan slaan. Dan heb je iets meer kans. Nou ja, ik ga weer lekker doorspelen. Ik zie jullie op het moment dat we weer een skin hebben gevonden. Oh, donders! Dit is een vette map. Wow, yo! Hebben we dan ook nog iemand die een skin van mij heeft? Nee, dat dan niet. Dus dat is wel weer jammer. Maar, oh, deze ziet er bruut uit. Ik ben heel benieuwd eigenlijk waar die teleports naartoe leiden. We gaan eens kijken. Even kijken. Oké, hier kom je dus nergens uit. Je weet wel, als je die jumps neemt, dan ben je de lul, want dan kan je niet meer terug. Dus je moet eigenlijk zorgen dat je geen jumps neemt. We kunnen even kijken of we die brok kunnen hebben.
Brock, kom daar jongen. Oké, ik denk dat die Brock dus nu doodgaat. Omdat hij geen kant meer op komt. Of kan hij die teleport nemen? Oh, dan komt hij gewoon hier weer uit. Ah, oké. Nou, dat is ook goed om te weten. We gaan eens kijken of we dit potje kunnen winnen. Want ondanks dat er geen skin is die je kan krijgen, is het wel geniaal, deze map. Ja, dat sowieso. Ik heb trouwens mijn super ook al. Die Nita, die krijgt nu zometeen een teleport hier, denk ik. Hoezo ging die groen af? Of liep ik er zelf overheen? Ik ben benieuwd of die Nita dan zometeen hier ergens uitkomt. Of dat die nu doodgaat door het gift. Nou, maakt niet uit. We gaan even richting die Edgar. En die heb ik nu. Ja. Dan is het nu showdown. Oké. Oh, die hier. Hier zit die. En easy. Hebben we het mooi dit potje gewonnen. Ik vond hem geniaal. Deze krijgt zeker een duimpje omhoog van mij. Nou, ik zie jullie zometeen weer. Ja, we hebben er weer eentje. Die Otis, dat is er eentje. Oké, dan moeten we eigenlijk meteen naar die Otis toe lopen. En kijken of we die kunnen killen. Ja, let's go, het is gelukt. Oh, dit is echt heel erg nice. Oké, nu moeten we hier uitkijken, want ik wil eigenlijk nog even blijven overleven. Hier even oppassen. Kunnen even mijn gadget aanzetten om die eventueel te kunnen killen. Ja, dat is chill. En hier nog kill. Jongen, ik ben echt on fire. Maar ik heb gewoon die auto's gekillt. En dat is het belangrijkste. En hier kunnen we die Colette ook pakken. Dan is er nog één andere Shelly. Maar die is sterker. Maar als ik mijn schoten raak en die andere Shelly niet, dan kan het nog goed komen. Oké, nu moeten we oppassen. 4 krachtpunten tegen 11. Ja, er liggen wel wat kistjes, dus dat is wel het voordeel. Oké, nu moeten we helemaal uitkijken. Ah, ik heb geen gadget meer. Dat is jammer. Dat is jammer. Even zorgen dat die Shelly low blijft qua HP. En dan kunnen we hier in ieder geval een paar krachtpunten pakken. Oké, dat was niet misschien helemaal tactisch. Nee, ik ga dit sowieso niet overleven. Nou, we zijn tweede geworden. Maar we hebben Otis gekild. En daar ging het om. Dat betekent dat ik die Otis skin mag kopen. Dat is wel echt heel vet. En dat is deze. Deze. Oni Otis, dat is deze skin. Die ziet er wel echt ziek nice uit. Die van Lola is ook erg vet. En die van Dynamike is trouwens ook wel nice. Maar ik denk dat ik die van Otis eigenlijk het mooiste vind van de drie. Dus ik ben alleen maar blij dat ik deze kan kopen. Met natuurlijk de codebouw support ik mijzelf een klein beetje mee. Dan gaan we nu eens kijken of we met deze Otis skin nog een andere skin kunnen vrijspelen. Dus dan moet ik even Otis selecteren. En eigenlijk had Otis nog niet echt skins. Dus ik ben wel blij dat ik Otis heb gekregen. Ja, daar ben ik zeker blij mee. Dan gaan we even met Otis spelen. En dan gaan we eens kijken of we nog een skin kunnen vinden. Gewoon meteen in de eerste game al. Zou leuk zijn. Dan moeten we even afwachten. Kijken welke knokkers er allemaal in zitten. Nee, in de eerste game krijgen we geen nieuwe skin. Of die kunnen we in ieder geval niet vrij spelen. Zou wel wat zijn geweest. Nou, ik ga 3 potjes doen met Otis. En dan wordt dat het eind van de video. Dus ik heb nog 3 kansen om hier eventueel nog iets van te maken. Oh, die bus die kon ik helaas niet killen. Nee, Otis is goed. Maar ja, tegen een bus van dichtbij wordt het wel heel lastig. Nou ja, game nummer 2. Hierna nog 1 kans om nog een van de nieuwe skins vrij te spelen. Ja, die Lola, die ben ik dus 1 keer tegengekomen. Maar die Dynamike, die Bol, die Detective Gray en die massief gouden Mac dus nog niet. Ja, het zou nog kunnen gaan gebeuren, maar ik acht de kans wel klein. We komen er nu achter. De map is redelijk. En nee. Die Mortis skin is trouwens wel echt bruut. Maar nee, ik zag niemand met de skin die ik moet hebben. Dus dat is jammer. Ik ga dit potje natuurlijk wel even spelen. Misschien dat we nog wel kunnen winnen. Nou, toch niet. Nee, ik ben gekild door Edgar. Nou, maakt niet uit. We kunnen nog 1 laatste game doen. En hier sluit ermee af. De allerlaatste kans op eventueel nog een nieuwe skin. Hoop ik dat het wachten niet te lang gaat duren. Maar ja, daar doe je weinig aan. Dat is gewoon het spel. Ja, helemaal als je op wat hogere trofeeën zit, boven de 800 trofeeën, duurt het zoeken naar tegenstanders soms wat langer. Oké, spanning, sensatie. Ik zie geen skins om mij heen die eventueel nieuw zijn. En verder ook niet. Nee, oké, dan kunnen we gewoon voor de eer nog even een laatste potje winnen met mijn nieuwe skin. Die Fang die doet irritant. Ik word meteen volop aangevallen. Dat is een beetje irritant. En die Penny kunnen we misschien hebben. Zou mooi zijn. Oeh, die is nu bijna dood. Ja hoor. Oké, dat zijn 2 krachtpunten. En ik heb nu mijn super. Dus dat is op zich ook wel lekker. Dus dan kan ik ervoor zorgen dat ze mij niet meer kunnen aanvallen. En dat is nog een kill erbij. Dus we gaan er even voor zorgen dat we dit potje gaan winnen met Otis. Oké, er is nog een krachtpunt erbij. En dan heb ik nu 5 krachtpunten. Ja, dan is Otis wel echt mega sterk. Die Fang, jongen,
Kom dan, ik sloop jou helemaal. Als hij zijn super op mij inzet, dan is hij echt dom. Want dan kan ik mijn super namelijk op hem inzetten. En dan kan hij niks meer. Oeh, dat ging niet helemaal volgens plan. Ik heb mijn super verspild. Maar het is uiteindelijk goed gekomen. Dit is volgens mij een soort van 5 versus 5 minigame map idee. Maar ja, we kunnen in ieder geval naar de El Primo's gaan. Oh, ze zitten daar al aan het team. Maar oké, dat is mooi dat die MC ook die El Primo killt. Dan ga ik dit potje winnen. Let maar op. Die Ruffs, die moeten we nu hebben. Oh, dat was hem bijna. En nu heb ik hem alsnog. Ja, top. Oké, nu even die M's hebben. En dan gaan we dit sowieso halen. Ah, ik mis mijn super. Maar ja, ik dacht dat ik hem kon hebben. Nou, blijkbaar niet. Uiteindelijk tweede geworden. Dat is wel weer jammer. Maar ja, wel een prima potje met de nieuwe autoskin. Ik vind hem nice. Laat me even weten wat jullie vinden van deze skin. Ik denk dat dit eigenlijk de mooiste skin is die ik kon kopen van alle skins die op dit moment in de stores beschikbaar is. Dus in dat opzicht heb ik wel echt mazzel. Maar ja, ik laat het erbij. Ik bedank jullie voor het kijken. En heb ik tenslotte nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als jij nou onmiddellijk hebt genoten van deze video, dan vind je de video die hier komt te staan waarschijnlijk ook wel leuk. Dus dan kan je die nog even checken. En druk hierop, dan kan je abonneren en blijf je op de hoogte van al mijn video's. En nog één laatste iets. En dat is het allerlaatste van deze video. Check bouws.nl voor de bouws uit mijn kleding. Hoi.